Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag hebben wij onder andere voor u de mars tegen het pesten, de strijd tegen zwerfvuil en de kanjer van de maand. De Christelijk Gereformeerde Kerk van Bunschoten heeft een samenwerkingsverband met de CGK van Soest. Soest heeft een beroep uitgebracht op dominee W. en Middelkoop van Urk, die aan de Ichterskerk verbonden is. Dominee Middelkoop is eerder verbonden geweest aan de Christelijk Gereformeerde Kerk van Eemdijk. Als hij het beroep aanneemt, wordt hij de opvolger van dominee W. Kok, die vorig jaar vervroegd met emeritaat ging. Vanaf 10 april is de oostelijke randweg afgesloten vanwege werkzaamheden aan de nieuwe rotonde bij de Kleine Pol. Deze week is ook de rotonde bij de Bikkersweg gedeeltelijk afgesloten. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt hard en lang gewerkt. Zelfs in de avonduren en op zaterdag kon men de wegwerkers aan de slag zien. Het is heel leuk om mensen te verrassen. Soms ook heel spannend. Want hoe voelt iemand zich die zeer onvrijwillig in het nieuws kwam? Kijkt u met ons mee. Wij staan hier bij Wijnands Autoservice en iedereen weet natuurlijk dat hier veel gebeurd is vorige week zaterdag. Maar vandaag is het feest, want Jaap, de eigenaar, Jaap van der Hoogen, die wordt 50 jaar. Hij ziet Abraham, zo gezegd. En dat is leuk. En men lokt hem nu naar buiten. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Dus we wachten af. En dan komt hij, de deur moet nog open. Ik zou bijna gaan zingen. Goedemorgen, goedemorgen. 50 jaar dus. Hartelijk gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. En wij hebben besloten om jou, kijk 50 staat erop, kanjer van de maand te maken. Alsjeblieft. Helemaal geweldig. Want ja, je hebt zoveel meegemaakt. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Weer een stuk rustiger. Ja. Ja, en het is allemaal weer een beetje bezonken. Maar het was wel heel heftig. Ja? Heel veel woede in me gehad. Ja. En nog wel, denk ik. Net is de vader van een van de overvallers hier geweest die zijn excuus aan kwam bieden. Dus dat was al, is ook prettig. En gisteren heeft de moeder van de andere overvaller ons gebeld. Ja, die mensen die weten ook eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten. Nee. Dus dat is voor ons wel, wel heel prettig. Ja, een reden om ook jouw woede te kunnen laten zakken. Ja, ja, ja. Ja. Want als je denkt aan mensen die kinderen hebben die zulke dingen doen, dat is heel erg natuurlijk. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, we hebben allemaal kinderen. We zeggen allemaal onze kinderen doen dat niet. Maar... Nee, maar jouw dochter zat daar en jij moest dat als vader aanzien. Hoe was dat voor je? Ja, gelukkig had ze het al in de gaten eigenlijk. Ze zag ze al zitten hier tegenover. En toen dachten wij, want toen belde ze me nog op, zegt ze, pa, ik vertrouw het niet. Maar ik zie daar wel eens meer jonge lui zitten. En op een gegeven moment... Maar ze had niet tegen me gezegd dat ze al een keer naar haar toegelopen waren met geblinddoekt eigenlijk. En totdat ze op een gegeven moment zegt, pa, nu komen ze echt. Nou, toen zag ik ze rennen onder de luifel door. En je was ook hier? En ik was aan het werk in de showroom. Nou, dus ik zag ze rennen en ik denk, nou, dit gaat er niet in gebeuren hier, hè. En toen ben ik niet de shop in gerend. Ik dacht, als ze met pistolen staan en ze beginnen te schieten natuurlijk, dan gaat het helemaal fout. Dus ik ben hier langs de shop zo door het raam gaan kijken. En toen zag ik dat ze mijn dochter met twee pistolen onder vuur hadden. Ja, en dan gaat er als vader wat door je heen, dat wil je niet weten. Ja. En dan is de kunst natuurlijk om rustig te blijven. Ik ben niet de shop ingegaan. Ik gewoon afgewacht op het hoekje daar. Nou, en toen ze eruit kwamen, toen heb ik de sprint genomen achter ze aan. Maar gelukkig heb ik een paar klanten meegekregen die net kwamen tanken en eentje die daar vanaf kwam rijden. En toen zijn we ze achtervolgd, hebben we er een gepakt. Maar ik ben helemaal onder de indruk dat je zo rustig kon blijven. Eigenlijk dat ik terugkwam, dat mijn dochter gewoon weer aan het werk was. Je was gewoon de klanten weer aan het helpen. En... Eigenlijk is je dochter ook een kanjer, hè? Ja. Dus ook voor je dochter. 50 jaar geworden, jullie zijn allebei kanjers van de maand, gefeliciteerd. Nou, hartstikke leuk. En heel veel sterkte in de toekomst. En maak er een mooie dag van, Jaap. Op een mooi plekje. Ja, okay. Dankjewel. De kanjer van de maand, nou, verdiend, dacht ik zo. Hebt u nou ook iemand van wie u denkt, dat is ook een kanjer?
om welke reden dan ook. Het hoeft niet zo groot als dit te zijn, want daar hopen we natuurlijk niet op. Maar bel ons 298-7171 of mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. De moedige moeders komen maandag 23 april weer samen om met elkaar te spreken over verslaving en alles wat daarmee te maken heeft. Wilt u uw verhaal ook wel eens kwijt? Zoekt u her- en erkenning? Bent u het zat om uw kop in het zand te steken? Kom dan op 23 april naar Denksportcentrum En Passant aan de Bikkersweg. Vanaf 7:15 staat de koffie voor u klaar en om 7:30 begint de bijeenkomst. Afgelopen zaterdag bij de overval op het tankstation en ook vrijdag toen er een melding kwam van een gewapende man in de Verdistraat, is Burgernet ingezet. Alle Burgernet-deelnemers uit Bunschoten zijn door de politie betrokken bij het uitkijken naar de daders. Via de telefoon werden de signalementen verstrekt. Wilt u in de toekomst ook meewerken en een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw omgeving? Meld u dan ook aan voor Burgernet. Als Burgernet-deelnemer wordt u door de politie via telefoon of sms direct betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen in woon- of werkomgeving. Dit vergroot de kans op heterdaad aanhoudingen en de kans om bijvoorbeeld vermiste kinderen, gezochte overvallers of gestolen auto's terug te vinden. U kunt als burger dus zelf bijdragen aan de veiligheid in uw directe omgeving. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder kan zich aanmelden via de website van Burgernet, www.burgernet.nl, of schriftelijk via een antwoordkaart. Deze kunt u bij de gemeente ophalen. Meer informatie is te vinden op de website van Burgernet. Donderdag 19 april werd landelijk aandacht besteed aan pestgedrag, door dit tot dag tegen het pesten te maken. Ook Bunschoten, Spakenburg en Imdijk wil meewerken aan de strijd tegen pesten. Dit gebeurde onder meer door de mars tegen het pesten. En natuurlijk waren we daarbij. Bram Rehbergen van Stichting De Boei, ja. Initiatiefnemers, hè, zijn jullie van de mars. Hoe is dat om hier nu te staan vlak voor de tijd? Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, zoveel kinderen en scholen die meedoen. Ja, en natuurlijk heel veel landelijke pesten in één keer omheen. En nou, dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht, dat dat zoveel publiciteit zou geven. En dat is natuurlijk wel wat we willen, want we willen iedereen met dit onderwerp eigenlijk confronteren. Dus we zijn hartstikke blij op. En zelfs het weer werkt mee. Het is droog, dus ja, nee, het kan niet stuk voorlopig. Dus we zijn er blij mee. Succes met lopen. Tot slot nog even kort, wat moet dit nou opleveren? Nou, het moet in ieder geval gewoon pesten weer een keer goed op de kaart zetten. He, dus wat wij gewoon duidelijk willen maken is van stop met pesten. En hou ermee op als je wel pest. En we willen tegen diegene zeggen die gepest wordt. Ga daarover praten, want het maakt je veel meer kapot dan dat je zelf wil. En dat willen we nog eens een keer goed onder de aandacht brengen. Erik Bunte van SBS6. Waarom zijn jullie hier vandaag in Bunschoten Spakenburg? Nou ja, wij besteden altijd heel veel aandacht aan pesten. Ik heb verschillende items al gemaakt over kinderen die enorm gepest werden. Het is een problematiek die gewoon heel moeilijk uit te roeien is. En misschien is dit een aardig initiatief, daarom zijn we hier. Wat is nou de remedie tegen pesten? Nou, ik denk, ik kan spreken uit eigen ervaring. Ik werd vroeger ook gepest. Gewoon jezelf weerbaar maken. Dus ik ben vroeger op een vechtsport gegaan. En het was snel afgelopen en daar heb ik nog steeds profijt van eigenlijk. Hoe is het om gepest te worden? Je kunt uit ervaring spreken, hoor ik. Ja, ik denk dat het echt heel... het knaagt aan je zelfvertrouwen natuurlijk. Hè? Ja, en je zonnetje ook wat meer af. Zover is bij mij niet gegaan, dat is niet een dramatisch verhaal. Maar ik heb wel kinderen gezien bij wie dit wel zo was. Die echt ontzettend leden onder dat pesten. En gewoon bang waren om naar school te gaan of met een hele grote omweg naar school gingen. Dat gebeurt natuurlijk wel. Even naar je buurman, de cameraman. Die moet er altijd maar achteraan hobbelen. Wat vind je van deze mars tegen pesten? Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Zo'n mars, dat vraagt natuurlijk veel aandacht. Dat is goed. Maar daarna gaat het pesten gewoon weer verder. En dan? Ja, je hoopt in ieder geval dat we inderdaad door aandacht dat sommige kinderen even gaan denken van misschien niet zo handig wat ik aan het doen ben. Of dat ze zeggen van wat je nu aan het doen bent. Daar zijn we laatst tegen aan het protesteren geweest, weet je nog? Nu ben je dat jongetje zelf aan het pesten of dat meisje. Misschien helpt het even. Maar je moet het toch echt bij jezelf zoeken als gepeste. Je moet echt voor jezelf opkomen.
Het is in ieder geval vandaag bij SBS6, bij de lokale omroep en bij het Jeugdjournaal te zien. Wie weet helpt dat een beetje. Succes! Nick Renoy van het Jeugdjournaal. Waarom zijn jullie hier vandaag? Ja, we wilden in het Jeugdjournaal heel graag aandacht besteden aan de landelijke dag tegen het pesten. En toen gingen we kijken waar nou ja, mooie initiatieven werden georganiseerd. En dat viel ons eigenlijk een beetje tegen. Er was niet heel veel. En ja, toen zagen we dat hier een hele mars tegen pesten werd georganiseerd. En we dachten, daar gaan we op af. Is dat nou bij gebrek aan beter in Bunschoten aanwezig of omdat het zo'n super initiatief is? Nou, ik vind het wel heel mooi dat hier ja, zoiets groots wordt georganiseerd. Waar ook heel veel kinderen aan meedoen. En ook precies de doelgroep van het Jeugdjournaal, groep 8. Dus voor ons was het eigenlijk het perfecte onderwerp. Wat vind je zelf van pesten? Ooit gedaan? Zelf gepest? Nou, ik denk eigenlijk dat iedereen wel een klein beetje schuldig is. En dat we allemaal wel eens iemand hebben gepest op school. Ik vind ook eigenlijk dat het er wel misschien een beetje bij hoort. Dat je er ook wel een beetje ja, hard van wordt als het gebeurt. Het gaat soms ook wel echt over de schreef. Dat moet ook weer niet. En ik denk ook dat we allemaal wel een beetje gepest zijn vroeger. Dus aan de andere kant weer. Dus ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje schuldig aan is. Ik neem aan dat jullie mee gaan lopen. Wat denk je dat zo'n mars teweeg brengt? Wat dat oplevert? Nou, volgens mij is het al goed als kinderen gewoon zelf al gewoon even bij zichzelf erover nadenken. En als alle kinderen die meelopen dat al doen, volgens mij is dat al een hele winst. Wout Duist, waarom doen jullie mee? Omdat we gevraagd zijn. En ja, ik ben niet iemand die heel snel weigert. Dat ik zeg van, er wordt veel gepest, er is veel narigheid. Heel veel kinderen praten er niet over, durven dat niet. Dus dat taboe moet doorbroken worden. Hoe komt het dat kinderen denken als ik praat wordt het erger? Als we toch steeds zeggen als je het vertelt wordt het juist minder. Dan moet het toch opgelost kunnen worden? Hoe zit dat? Ik denk dat een kind op een bepaalde leeftijd zich niet zo gauw uit. Het heeft dat van binnen. Er komt wat schaamte bij. Wat angst, wat zal mijn moeder zeggen? Ben je zelf niet de schuldige? Wat zal de meester zeggen? Wat vinden de kinderen? Zeggen ze van, jij bent stom of jij klikt, hè? Je bent een klikspannen en dan krijg je, in plaats van dat het overgaat, dat het extra wordt. Ik denk dat een kind, en dat heeft ook te maken met de hele opvoeding en met alles in de openheid, dat er juist niet zoveel openheid is. Hugo, wat gaat er straks gebeuren? Een optocht tegen het pesten. Wat vind je daarvan? Goed. Ja, daar kan je meer over vertellen. Waarom is het zo belangrijk om iets te ondernemen tegen pesten? Anders worden kinderen steeds verdrietig. Heb jij wel eens gezien dat iemand gepest wordt? Ja. Hoe gaat dat dan? Ze schelden me uit. En dan? En dan wordt hij boos en dan gaat hij schoppen en dan gaan ze hem terugpakken. En wat denk je dan als je dat ziet? Zielig. En wat doe je dan als je dat ziet? Niks. En zou je niet wel iets moeten doen misschien? Ja, deze optocht. Heel goed. Doe je best en vooral help de kinderen die gepest worden ook met z'n allen. Ja. Jongens en meisjes, hartelijk welkom. Ik ben super trots op jullie. Dat jullie met elkaar in een geweldige mars op deze dag van het pesten aandacht vragen voor iets waar wij als politiek ook altijd heel erg bang voor zijn. En ook heel veel aandacht voor willen vragen. En jullie hebben het gedacht van nou, het is geen woorden, maar daden. Want wij laten iedereen hier in Bunschoten, maar ook in heel Nederland zien hoe belangrijk het is om op een goede manier met elkaar om te gaan. En ook elkaar zeker niet te pesten. En dat geldt voor kinderen, maar dat geldt ook voor volwassenen. We hebben allemaal, moeten we goed zijn voor elkaar. Hartelijk dank dat jullie zo je best hebben gedaan. En je hebt prachtige spandoeken gemaakt en jullie zijn uitgedorst. En je hebt mij ook zo'n mooie rode button gegeven. Maar ik heb hem gedragen en ik draag hem de hele dag. Nog heel veel plezier. En als je al die mensen ziet onderweg, naar iedereen zwaaien en zeggen, ook jullie moeten meedoen. Jullie geven het goede voorbeeld. Dankjewel. Jongens en meisjes, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie zo enthousiast hebben meegedaan. Jullie hebben echt prachtige spandoeken gemaakt. Het was ontzettend top dat jullie meededen. En hierbij is de mars tot het einde. Even nog een juichen, even zo hard.
Wethouder Koops, een eerste reactie op dit initiatief. Nou, geweldig. Super trots. Als je al die kinderen ziet en ze zijn zo enthousiast. En dat ze zich ook realiseren hoe belangrijk het is om elkaar niet te pesten. Want er worden kinderen gepest en er zijn kinderen die pesten. En elk kind is te veel. En wat dat betreft is het goed om op deze dag extra aandacht daarvoor te geven. En dat er zoveel mensen op afkomen, ook qua onze lokale zenders, maar ook landelijk, dat is natuurlijk super. Nou, wij spraken Nick Renoy van het Jeugdjournaal. Hij zei, het viel ons tegen hoe weinig initiatieven er waren. En dus komen wij er heel goed uit eigenlijk. Wat vindt u daarvan? Ja, het is vandaag ook wel een secretaressendag, maar ik denk dat dit toch nog wel dat op de kroon steekt. Natuurlijk is het zo, het moet ook wat bekender worden. Maar als je zeg maar, de afgelopen maanden toch de publicaties volgt, dan zie je toch dat pesten enorm veel schade kan berokkenen. Niet alleen van op dit moment, maar zeker ook voor een kind, maar ook voor een volwassene in de toekomst. Tot slot, als u in één woord moet omschrijven wat u hier nu ziet. Stop pesten en trots op onze kinderen. Op het Oostwende College wordt de ene na de andere activiteit georganiseerd. Zo was er op 18 april een actie tegen zwerfvuil. Emmy ging op pad om de motivatie van de leerlingen vast te leggen. Ja, en Janne gaan nu start zijn geven. Jullie gaan 2 uur lang verzamelen en komt dan weer op school om te kijken welk team het meest heeft binnengehaald. Er zit een wedstrijdelement aan vast. Hè? Je weet dat als jouw team van jouw klas wint, dat dan jouw klas een uitje verdient. Dat hadden we beloofd. Dus daar werk je ook nog voor. Een derde goede doel. Ik wil heel hartelijk bedanken alle mensen van de gemeente met Wouter Hopman. Super dat ze meeschakelen. Vind ik ontzettend leuk. En een heel groot compliment voor Sylvia en Grianne, want die hebben zich uit de naad gewerkt voor deze actie. Supergoed. Ga je gang. Veel plezier. Sylvia en Grianne, jullie zijn initiatiefnemers. Waarom dit initiatief? Ja, toch wat doen voor het goede doel. En natuurlijk toen we hoorden dat de gemeente het zwerfvuil zo erg vonden, dat wij er ook wat aan moesten gaan doen. Omdat het meestal ook wel door de jongeren wordt gemaakt. En waarom dit op Goede Doelendag? Nou, we zijn nu toch bezig voor een actie om geld in te zamelen voor Oeganda. En we hadden zoiets van, als we dan toch geld inzamelen, dan kunnen we het net zo goed naar het goede doel sturen. En vandaar dat we dus het combineren met onze Goede Doelendag van de school. Waar gaan jullie allemaal heen? We hebben 4 locaties. De Zuidwenk, de Oostelijke Randweg, Sportpark de Vinken en Sportpark de Vaart. Dat zijn toch wel plekken waar veel mensen komen. En daarom, daar ligt ook vaak wel heel veel zwerfafval. En daarom wouden we juist die plekken schoonmaken. Nou, ik vind het super van jullie, want hoe kijken jullie nou tegen zwerfvuil aan? Dat het altijd zo'n bende is. Ja, het is heel vervelend. Slecht voor het milieu natuurlijk. En het is ook niet leuk als je ergens rondloopt en er liggen overal blikjes en pakjes en plastic en zo. Het moet gewoon een mooie omgeving zijn. Hoe doe jij dat nou? Als je nou iets in je hand hebt, dat moet weg en je hebt geen vuilnisbak bij de hand. Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, gooi ik het zelf ook wel eens soms weg. Nou, dat was de laatste keer, want dat doe je nou nooit meer. Nou, nooit meer natuurlijk. Oké. Vier locaties zijn er en één daarvan is Zuidwenk Zuid. En daar kunnen de jongelui meteen volop aan de gang, want het is hier toch best wel een bende. Jammer toch? Er is op iedere locatie iemand van de gemeente bij, want de gemeente heeft hoog in het vaandel de veiligheid. En het is hier natuurlijk best druk met grote vrachtwagens en dergelijke. Dus ja, een ongeluk, dat zou verschrikkelijk zijn. Jouke, wat vind je er nou van? Zakken vol haal je al zo bij elkaar? Ja, zeker. Ja? En wat vind je daarvan? Ja. Het is voor een goed doel dus. Ja, maar dat het zo'n toestand is dat er zoveel vuil ligt. Waar laat jij je afval bijvoorbeeld? Als je wat in je hand hebt. Nou, kauwgom dat doe ik wel op de grond. Maar de rest bedoel ik, ja, dat doe ik gewoon in de prullenbak. En als er nou geen prullenbak is? Dat doe ik maar op de grond. Hallo meiden. Jullie staan aan de Rengersweg. Hoe gaat die? Ja, het gaat wel goed, ja. Ja? Ja, wat is nou goed? Eigenlijk zou je zak leeg moeten zijn, hè? Hoe vind je dat, zoveel zwerfvuil? Ja, het is wel jammer dat er zoveel vuil hier ligt. Nou ja, je zou wel willen dat het schoner was. Ja? Maar ja. En wat heb jij?
al een vuilniszak vol, gelukkig. Voor ons goed? Voor ons is het goed, ja. Ik hoorde jou net zeggen, ik ken mijn beroep al. Wat ga je later worden? Ja, vuilnisvrouw, hè? Ja? Ja, lijkt me heel leuk. Meen je het echt? Nee, joh. Nee. Nee, ik word wel advocaat of zoiets. Ja, wat vind je van advocaat? Waarom ga je dat worden? Ja, weet ik niet. Lekker veel praten. Ja? Ja. Ja, leuk. Ik weet het niet. Maar dit is wat makkelijker. Dit is wat makkelijker, maar ook wat minder leuk, hè? Ja, precies. Nou, jullie hebben het geweldig gedaan. Dankjewel. Bedankt. En zorg zelf dat er nooit meer zwerfvuil op de weg komt. Deze zwerfvuilactie werd gehouden op Goede Doelendag. Voor deze dag stond het Oostwende College werkelijk op zijn kop. Emmy sprak met Klaas-Jan de Graaf. Hij is leraar op het Oostwende. Goede Doelendag op het Oostwende College. Klaas-Jan de Graaf, wat is nou Goede Doelendag? Nou, elk jaar steunen wij een bepaald project. Vorig jaar was het een weeshuis in Mozambique, een ziekenhuis in Malawi. Een onderwijsproject in Ghana en dit jaar doen we een onderwijsproject van Edukans in Oeganda. Wat houdt dat in? Dat daar die kinderen ondersteuning krijgen als ze naar school gaan. Die mensen leven onder miserabele omstandigheden. Ze hebben soms geen geld voor schoolboeken. Soms wanneer ze een kwaal, een ding hebben, kunnen ze niet naar school toe. En wij proberen dat allemaal zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Hoe hebben jullie dat onder de aandacht van de kinderen gebracht, van de jonglui gebracht? Nou, de muzieklerares Hanne Hoogland en Ellen de Jong uit HAVO 4, die zijn een week in Oeganda geweest. Zij hebben een beetje de propaganda voor Oeganda gedaan. En daarna hebben we hier een beetje het sfeertje gemaakt om de boel te steunen. En vandaag is er een eruptie aan initiatieven van leerlingen. En ja, we hoeven dat alleen maar een beetje in banen te leiden. Wat is er allemaal te doen? Er worden hamburgers verkocht, patat gebakken, er wordt kibbeling gebakken. Er is een rommelmarkt, er is een lokaal, daar wordt haar ingevlochten. Je zult mij dat natuurlijk niet zo vaak vinden, maar er wordt ook wat met nagellak gedaan, al dat soort. Hebben ze het laten mislukken op jouw hoofd of zo? Het is finaal mislukt, maar ja, voor Oeganda hè, doe je dat. Dus, Hoe is de publieke belangstelling? Dat moeten we afwachten. Dat is het begint nu net. Het is even over tweeën. Op dit moment is de sponsorloop aan de gang. En we hopen dat er dan veel ouders en familie hier blijven hangen. En voor de rest, dat is elk jaar weer een verrassing. We zijn een vissersdorp van oorsprong. Je gooit het net uit en dan zaten weer, wat komt er met het net mee omhoog? Hanna Hoogland, naar Oeganda geweest met Ellen de Jong. Hoe was dat? Ja, geweldig. Een hele bijzondere ervaring. We hebben daar heel veel gezien van het onderwijs, hoe dat daar is. Van het land zelf, de mensen, de cultuur. Het was gewoon een hele bijzondere ervaring. Een bijzondere ervaring, maar wat is je nou echt bijgebleven? Eigenlijk is me het meeste bijgebleven, en dan spreek ik denk ik ook voor Ellen, want ik heb het er veel met haar over gehad. Dat de mensen zo dankbaar zijn met het weinige wat ze hebben. Dus ze moeten met veel minder doen dan wij. Ook op de scholen vooral hebben we dat gezien. Met 100 leerlingen in één lokaal op elkaar gepropt. Weinig schoolmateriaal, weinig leerkrachten. Maar ze zijn blij met wat ze hebben en ze gaan er volledig voor. Hoe heb je dat over kunnen brengen op de leerlingen hier? Dat was toch nog best wel lastig. Want als je iets hebt meegemaakt om dat er goed over te brengen is best wel moeilijk. Maar we hebben presentaties gegeven samen. We hebben een film laten zien die gemaakt is van onze reis. Een hele mooie professionele film. En op die manier hebben we geprobeerd over te brengen wat wij daar hebben meegemaakt. En hoe zijn de reacties? Is het echt overgebracht? Nou, als je hier zo vandaag rondkijkt, dan denk ik van wel. Want er zijn ontzettend veel leuke initiatieven hier gaande. En allemaal mensen die volledig ervoor gaan. En ik denk dat veel kinderen ook echt wel geraakt zijn door de verhalen die wij verteld hebben en door wat wij hebben meegemaakt. Nou, de mensen die stromen inmiddels al binnen. We hopen dat het een fantastische middag wordt met een heel goede opbrengst. Dankjewel. Ik hoop het ook. Dank u wel. Bij een dierenspeciaalzaak in het centrum van het dorp was woensdagmiddag de gelegenheid om de gezondheid van dieren te laten inspecteren. En daar werd volop gebruik van gemaakt. Marianne vroeg een van de medewerkers of er misschien ook nog een actie aan gekoppeld was. Hebben jullie misschien nog een actie verbonden aan deze middag? Ja, zeker.
De gezondheidsdeskundige van Beavar, daar hebben we een actie voor. Twee producten van Beavar kopen. Voor vlooienmiddel en ontwormer krijg je een omgevingsspray er gratis bij. En dat is heel praktisch als je op vakantie gaat dat je hele huis inspreekt. Ter voorkoming van vlooienplaag, et cetera. Ja, er schijnt weer een vlooienplaag aan te komen, klopt dat? Ja. Klopt. Zodra inderdaad het weer warmer wordt, dan ga je dat weer krijgen. 'S Winters blijft het trouwens ook hoor, het hele jaar door behandelen. Hoi. Ik sta hierbij. Brigitte van den Broek van firma Beavar. Wat voor werk doe je precies? Ben je dierenarts? Nee, ik ben geen dierenarts. Ik ben huisdierconsulente. Dus ik heb gestudeerd voor paraveterinair. Dus dat is ja, net een stapje onder de dierenarts eigenlijk. Dus alles op het gebied van huisdierverzorging, parasietenbestrijding, kale plekken, jeuk. Eigenlijk alles wat te onderzoeken is, gebitscontroles. Het hele dier controleren om te kijken of we geen vreemde dingen tegenkomen. En wat heb je allemaal gecheckt? Ik heb zojuist bij een aantal honden het gebit gecontroleerd, de huid, de vacht, de oren. Hond met te veel oorsmeer tegengekomen, met tandsteen. Dus die moet echt verholpen worden bij de dierenarts. Dus naar de dierenarts verwezen. Ja, en dan verdere producten aanbevelen bij huidproblemen, parasieten. Jouke, jij werkt hier ook. Dit is jouw hond. Hoe oud is hij? Hij is 11 weken nu. Dat is echt een puppy. En waarschijnlijk had hij nog geen gezondheidsklachten. Als het goed is, niet. Nee, niet dat ik weet. Hey. Is hij al onderzocht? Hij moet nu nog onderzocht worden. Is deze middag georganiseerd nog in het kader van het 10-jarig bestaan? Of doen jullie dit gewoon elk jaar? Nee, dit staat los van het 10-jarig bestaan. Wij willen gewoon de mensen een extra service geven. Dat ze gratis onderzoek krijgen. En dit is eigenlijk op zich zelfstaande middag. En zo willen we elke keer wat extra's organiseren. U keek naar Spakenburg Nu, een uitzending met een zeer gevarieerde inhoud. Wilt u uw nieuws vermelden in Spakenburg Nu of op Los Kabelkrant? Bel ons op 298-7171 of e-mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. Dinsdag om 8 uur zijn we er weer. Een heel fijn weekend gewenst.